meteen schieten met kanonnen. Je moet misschien zeggen, hadden ze die in de middeleeuwen? Ja, die hadden ze in de middeleeuwen. Tenminste, vanaf 1350. En dus heb ik een paar type kanonnen uit de late middeleeuwen hier op het slagveld staan. En die gaan schieten en dat maakt best veel lawaai. En wat ik jullie even wil leren, is dat je dan niet je vingers in je oren stopt. Dat kan namelijk gevaarlijk zijn. Ik zal je vertellen wat je wel moet doen. De kanonier, er zitten daar kanoniers. En er zitten daar kanoniers. En als die hun wapen geladen hebben, en dat duurt altijd best wel even, dan steken ze hun vuist in de lucht. En ze roepen, opgepast. En als je dat ziet, maak je kommetjes van je handen. En die doe je om je oren. En dan doe je je mond wijd open. Doe maar even. Ziet er heel intelligent uit. Maar dat is wel nodig. Op hun hoede, maar toch niet helemaal. Door vijandelijk gebied. Ze weten dat hun tegenstanders de heet en Rijnland de Derde, dat die de boeren bewapend hebben. Ze weten niet precies wat ze kunnen verwachten. Dus ze zijn op hun hoede. En daar komen een aantal boogschutters van de heetjes uit de hinderlaag. En ik vertel jullie dat we gewonnen hebben. Maar de langboog is nog steeds een effectieve lange afstandswapen in de middeleeuwen. We hebben ook een kruisboog erbij, zoals je ziet. Het duurt langer om die te laden. En de bronkhorsten worden onder vuur genomen uit een hinderlaag. Heer van Bronkhorst, wat gaat u nu doen? Heer Van Bronckhorst, moet u zich even omdraaien, want daar is een tegenstander gearriveerd. En het lijkt erop dat de heetjes toch niet alleen maar een zootje bewapende boeren hebben de onderhandelingen te vinden. De heer Van Bronckhorst zet zijn wifi-ontvanger op zijn helm. Maar zo kan de klootje te achter laten. Heren, gaan we nou vechten? Gaan we bloedvergieten? Of kunnen we dit op een andere manier oplossen misschien? Hey, kom op, we gaan nou niet vechten in de onderhandelingen, hè? Dat is niet echt ridderlijk. Ga dit ridderlijk oplossen. Niets met de hele leeftijd van elkaar, maar buiten zijn brengen hun beste strijders in het strijdperk. En we gaan kijken wie er wint. En op die manier wordt het conflict opgelost. En aan deze kant. Jacco de Wacht. En daar hebben we. Het was Junior. Heren, start het weg. Jo, los. 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 Het lijkt erop dat hij een beetje kan is. Ik vind het een schande. Wissel! Mooi kaart! Wissel!
Hij wordt een nieuwe strijder in het strijdperk van Mattenkamp. Het is dit het publiek is super onder Lekroze. Dat is het einde, ik zal er niet gesprek. Ja, je bent hier. Wissel het zwaar. Zo, die elbow erbij. Daar hoort je niet bij, volgens mij. Denk het ook niet. Ja, het klinkt ook zo. Het wordt dan geen zwaarder meer tijd van India. Dan gaat hij wel liggen, ja. Bobina is de invaller. En nu zouden de Bronkhorst kort trekken. Er wordt gediscussieerd over de uitslag. Ze zijn het er niet mee eens. Video's uitzetten wordt erbij gehaald. Het is vandaag! En nu gaat het gevecht beginnen. Kommetjes! Dat kolom schiet het hardste, dus... U hoort misschien dat de hospitaal wordt geplaatst in het Latijn. Dat hebben we in de En u ziet het vaartrechter weg van de Indische. Je moet het niet goed hebben, nagedacht hebben of 4-2 of 4-2. Kommetjes! Komt op voor. En nog met de handen. De helden spreken rond aan de om de pijlen op te kunnen vallen. Die je lichaam te raken van de pijl. Push! Er wordt nu een dicht voor de gaan er voor drie kommetjes. Deus waarmee de lijn van de tegenstander, de linie van de tegenstander helemaal open splijt. Tegelijkertijd komt hij ook wel zelf in vijandelijk gebied terecht. Moet ik er wel een formatie. En kunnen zien dat je deze keer niet. Het is toch een beetje alsof je de laatste minuten voor gaat bij een corner.
moet zo even, die kan dat. Voor de doel, voor de schepper, hard! Oh ja, kan je best doen. Ja, kan je best doen. I'm the most rustiest British friend you have. Zijn er allemaal? Kom hier erbij. Dus gaan alleen een foto maken. Ja, gaat ook wel maken. Breng salut! Breng salut! Thank you.